PSV won de Ottercup tot dusverre 20 keer. De eerste keer was in 1955, de laatste keer in 2015. En tijdens die laatste zegen stond PSV onder leiding van Geert Brusselers. En in zijn team dat jaar onder meer Albert Gudmundsson, Dante Rigo en Yannick van Os. En die laatste werd de held tijdens de halve finale tegen Paris Saint-Germain. Na een 1-1 eindstand stopte van Os in de strafschoppenserie de penalty van collega-doelman Sibois. Doelman Sibois. En hij mist. Van Os stopt. PSV dus mede dankzij Van Os naar de finale, waarin het ging spelen tegen FC Barcelona. PSV speelde sterk, heel sterk, en won uiteindelijk ruim met 4-0. De grote man, niet Gudmundsson, niet Rigo en ook niet Van Os. Maar de altijd sleurende, keihard werkende spits Joey Konings. Met 2 goals in de finale schoot hij zich de geschiedenisboeken in. In deze finale begint PSV uitstekend. Lauwersen met de voorzet en het doelpunt van wie anders dan Joey Konings. Hij is on fire, zoals ze dat in mooi Nederlands zeggen. Lundqvist. Sterke actie. Waar naartoe? Voorgeven maar, want daar staat natuurlijk Joey Konings. En hij met zijn tweede van de middag zorgt voor 3-0. PSV onder 19 is de trotse winnaar van de Ottercup 2015.